Je te plaît, fais Nikos. Ok, parfait. Bro, ik heb een batterij. Oh my god, zo moet ik doen. Hier is een kast. What's up guys? Welcome back bij een nieuwe video. Vandaag hebben we een special guest, Tashi Z. Woo! Kunt je iets kort over jezelf zeggen? Very nice. In de laatste video vroeg ik jullie welke games jullie zouden willen zien in de toekomst. Jij hebt daar trouwens massaal op gereageerd. Waarvoor? Thanks. Big thanks. Een van die comments was horror games of scary games. Dat is iets wat ik eigenlijk al langer wou proberen. En een hele tijd geleden heeft Tashi mij een game voorgesteld genaamd Granny. Ik had er wel al een aantal YouTube video's van zien passeren, maar ik heb het zelf nog nooit gespeeld. Omdat ik deze video wil maken zonder dat ik het al getest had ofzo. Dus we gaan wel een beetje in thema blijven. Tashi is echt een bange scheid. Daarom dat ik haar vandaag mee in de video wil. Of nee? Smet. Also guys, vorige keer vroeg ik jullie om te abonneren op het channel omdat maar 9,1% of zo geabonneerd was van iedereen die de video's kijkt. En even snel checken of jullie dat effectief gedaan. 2% meer mensen zijn geabonneerd op het channel. Damn, you guys have been smashing that subscription button. Als je nu aan het kijken zit op je iPad, op je PC, op je iPhone, eender waar, de knop zit sowieso hier beneden. Het enige wat je moet doen is gewoon, als dit de YouTube subscribe button is, moet je gewoon even zo... Kleine spank sessie op die abonneeknop. Alright. Oh my god, dat is zo spannend. Oh, er is blijkbaar al een deel 2 ook van die game. Geen spoilers, maar als deze video 250 likes haalt, guys, dan maken we ook een video op de Granny Chapter 2. Thanks for the love. And let's get into the video. Beginnen we met normal difficulty? Doe maar easy. Dus het ding is, Granny heeft je opgesloten in haar huis en je moet buiten geraken. Maar Granny is een beetje gek geworden. En je moet dus stil zijn, want als je iets van geluid maakt, komt ze achter je. En vermoord ze u, I guess. Maar er zijn allemaal zo traps en zo. Maar je kunt ook onder tafels of onder je bed of in kasten of zo verstoppen. De muziek is al fucking eng. Wat? Ja, hier in keuken. Leave this. Kun je er ook onder gaan of zo? Ja. Ah, ja, oké. Loop terug, loop terug! Loop aan de tafel! Ik kan er niet onder. Nee! What the f***? Ik kan er niet op klikken. Wacht even. Of zo, wacht even op. Kun je niet? Die is wel in de buurt, hè? We zijn echt al zo 3 minuten bezig, ik ben nog niet eens uit de kamer durven gaan. Pas op met die lamp! No! Ga naar bed! Die komt, hè! Oh nee, oh nee. What the fuck, bro? Bro, mijn hart, ik ben helemaal shaken. Holy shit. What the fuck? Ik heb het warm. Bro, hoe gaan we dat ooit fixen? Maar ik denk dat je hier misschien dat ding moet pakken of zo. Maar we hebben dus 5 dagen om uit het huis te geraken. Ja. Drop. Nee! Bro, ik kan niets doen, die is de hele tijd daar. Maar ja, die is sowieso in de buurt, dus je kunt ook echt zwaar weglopen, hè. Do you want to play hide and seek? fuck. Mati, ja, dat gaat nooit lukken zo. Ik ga niets doen op die, allee. En besef, het is nu easy, hè. De stoel is ook zo zet. Ja, dan zien ze dat dat valt. Where are you? Maar iedere keer als ik hier voorbij loop, dat kan toch niet eens? Dat is niet alleen. Oké, wacht, als hij niet door is, ga ik spatten in mijn leven.
kerstmuts op. Je moet... Ah, je kunt dat er misschien indroppen. Psych! Drop het erin, hè? Maar ja, bro. Fuck dat, ik ga er wel door lopen. Ultimate move. Niet naar boven kijken. At least she's a bit festive. Oké, zij is niet denk ik. Ah, boek. Waarom kan ik naar eens ondergaan, gast? Misschien omdat je iets vast hebt. Je hoort haar. Bro, what the fuck? Ik schiet mij dood. Holy shit, zo nog maar even kijken, kippenvel. What the fuck? Maat, fuck dat. Ik weet nog niet zo. Kippenvel, zo nog maar. Ik heb je nog nooit zo hard zien verschieten. Holy shit. Doe jij maar. Het is echt wel moeilijk om die controls te gebruiken. Ik zweet daar, mijn gast. Wat doe ik? Wacht, oké, ga even naar de deur en kijk of je iets nodig hebt van sleutel of zo. Ah, hier is het. Maat, dat is echt eng dat scherm zo vanzelf draait en zo. Bro, dat is echt niet chill. En dat is op easy, hoe kan dat zelf? Het is al dag 3. Ah ja, iedere keer als je sterft, komt er een dag bij, blijkbaar. Komt. Maar broers, ik kan niet eens uit de kamer gaan. Wee, yo, gaat hij mij nog killen? Ik weet niet, denk het niet. Ik denk dat dat niet mag. Kan ik die niet kapot slaan ofzo? Ik kan niks doen. Hoezo is dat zo easy, gast? Dat kan toch niet? Ah, dit is wel traps gelegd, die man. Sorry. Die stond daar toch niet? Ja, die was daar. Mag ik een dier naar eens verder verstoppen? Ja. Hiding spot, basement. Die kast ook. Maar... Niemand gaat best niet in de basement in horrorfilms, maar ik heb geen andere weg om te gaan, dus... Die bal. Ik denk dat ze misschien nu al weg is. Ik denk dat je die stappen hoort als ze dichtbij is. Maat. Mijn gezicht is zo lelijk. Dit is echt niet oké, dit is echt niet oké. Maar hoe kan ik hier? Ja, zo. En dan omdraaien en dan dicht. Waarom zou je dat doen? Dikke middelvinger naar haar, die kan niks in, kijk. Blind bitch. Ah ja, ze is waarschijnlijk echt blind. Oké, even. Oh, ik kan de deur niet dicht doen! En hier mijn What the fuck, man? Ik begiet echt, hè? Zonne maf, dat kan toch niet, gast? Kijk, ik heb wel veel mijn rug en mijn armen en shit. Kan dat niet nog makkelijker? The last day, we hebben dat. Dus nu weet ik wel, je hebt dus een master key nodig voor op die deur. Ja. Dus dat zoeken we nog niet? Ja, denk het wel. Wat is dat eigenlijk? Ah, bukken. Ah, nu kun je onder tafel waarschijnlijk. Bear trap. Allee, gast. Go.
gewoon even zien waar die sleutel ligt. En dan kunnen we op easy proberen buiten te geraken. Dat zou een grote stap zijn. Car key. Ik denk dat hij die car key mee moet pakken naar de car. Oké. Nee, we gaan dat gewoon doen. Dus, de plan. We pakken de car key, we gaan naar de basement en dan zien we wel. Ik zit beneden. Stop ermee, wat de shit! Holy f**k! Hoezo? Mijn benen slaat. Mijn benen slaat, maar ik verschiet echt letterlijk. De buren. Play again. Wat is dat? Nightmare? Ik heb nightmares. Do not play if you have nightmares. Veel enger al. Je loopt in bloed! Dat was wel een pak enger, of niet? Er zijn ook spookjes, dat is wel cute. Ja. Wat is dat? En let's die hanger dat je op het slot valt. Boek. Waar is die fucking key, bro? Je hebt in de kast wel een key voor die hammer. Boven, maar ja. Is goed. Wat is dat? I see you. What the fuck? En garbo. En boven? Oké, car battery. Nu naar de basement voor die car. Hoor in de verte. Je hebt geluid gemaakt. Waar zijn we zelfs? Die hele dungeon naar huis, die maf. Oké, we zijn in de basement. Of niet? Ja, maar je bent echt veel lawaai aan het maken. Je gaat er direct zijn. Ik ken de weg ook nog niet, hè. Dus verstop je even in die kast. Oké. Bro. Ik heb een batterij. Face. Oh my god, wat moet ik doen? Hier is een kast. Wow. Too late. Wat een trap. Oh my god, je bent zo snel. Pak de fucking trap, maat. Holy shit. Dicht. Bro. Kasten. Wat is dat? Wat een shotgun. Birdseed. Oh. Wat is dat? Waar was die kast, zeg je? Zei? Wat de fuck is dat? Oei! Dat is een bear trap, maar een monster bear trap. Die zei dat die hierboven soms een hammer is. Nee, hier terug. In die kast. Hierboven kijken! Oké, is dat wel. Oké, hier is niks. Stap je aan de bed? Ga je denk. What the fuck, kan ze dat niet eens zien? Ja, obviously, ze. What the shit? Wat doet hij? Nee! Dat is echt een nightmare mode. Oei.
that she sometimes hides things inside fruits. Okay. This way? I guess. Inside fruits, de enige plek waar fruit kan liggen is gewoon in de... Keuken. Waarom loopt wij zo raar? Ja, een keuken. Waar zijn we? Ik denk dat ze hier wel niet kan komen, zo hier beneden. Ja, sorry. Oeh. Dat kan echt niet. Damn.